Hi guys, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is het 2018! Woe! Hopelijk hebben jullie wel een super leuke jaarwisseling gehad. Ik probeer door de knallen van het vuurwerk heen te filmen, maar waarschijnlijk hoor je wel wat. Het is een nieuw jaar en ik dacht, laten we het nieuwe jaar meteen beginnen met een nieuwe serie. Ik ga namelijk elke maand laten zien wat ik in mijn bullet journal doe. En voor mensen die niet weten wat een bullet journal is, dat is zo'n boek. Ik heb deze van mijn bullet journal. En er zitten allemaal kleine stipjes in, zoals dit. Vandaar de naam bullets. Eigenlijk kun je het gewoon helemaal zelf inrichten als een agenda zoals jij het wilt. Of voor tekeningetjes of wat dan ook. Maar het is oorspronkelijk bedoeld voor echt een agenda met to-do-lijstjes die je dan ook weer aangeeft met bullets. En nou ja, ik heb al een half jaar dat ik er dingen mee wil gaan doen, maar niet echt deed. En nu dacht ik, nou begin ik gewoon. En ik neem jullie mee in hoe ik dat doe en wat ik doe. En vandaag beginnen we dus met januari. Voordat we echt met januari beginnen, begin ik met een kalender van 2018. Ik begin met de dagen opschrijven. Deze doe ik in het Engels. De beginletters van de Engelse woorden. Maar verder doe ik eigenlijk de meeste dingen wel in het Nederlands. Ik weet niet zo goed waarom deze aparte combinatie, maar doe het zo. En al deze getallen opschrijven kost zoveel tijd. Echt verschrikkelijk. En bij februari was ik dus fout gegaan met die cijfertjes. En ik heb gewoon een stukje van een van de laatste bladzijden geknipt en die erop geplakt. Je ziet het wel, maar het valt niet heel erg op. En dit maak ik nog even af met een leuk kleurtje. Naast de kalender wil ik ook gewoon een mooi plaatje voor 2018. En deze ga ik met waterverf maken op speciaal papier voor waterverf. Ik heb niet zo heel vaak gewaterverfd, dus het ging niet zo heel soepel, niet zoals ik had gehoopt. Maar uiteindelijk ben ik er wel tevreden mee geworden. Dit is dus allemaal een beetje in de kleuren paars en blauw en roze. En niet origineel, maar ik schrijf erin Hello 2018. En deze plak ik dan in mijn bullet journal met gewoon een pritstift. Dit blijft prima zitten. Op de volgende bladzijde maak ik nog een jaarlijks lijstje. Dus ik begin nog steeds niet met de maand januari. Ik maak hier een 2018 goals. Niet dat ik echt goals heb of een voornemens of zo. Maar als ik ze heb, schrijf ik ze toch maar even hierop. En onderaan deze bladzijde, omdat ik dus niet zoveel goals heb, schrijf ik een YouTube milestones voor als ik bijvoorbeeld een aantal abonnees heb gehaald. Of met een leuk persoon een video op heb genomen. Mijn doel is 5000 abonnees. En ik heb er hiernaast dus ook een YouTube tracker gedaan voor de abonnees. Maar ik heb eigenlijk geen ruimte gelaten voor de daling van abonnees. Dus ga me niet ontabonneren. En op de rechterpagina maak ik een I want to watch bladzijde met aan de ene kant films en aan de andere kant series. En ik ben niet echt een seriekijker, dus waarschijnlijk wordt die lijst van films echt super lang en die series worden er 2 of 3 of zo. En dan maak ik mijn laatste jaarlijkse lijstje en dit is mijn period tracker, dus wanneer ik ongesteld ben. Dat had ik ook in mijn vorige bullet journal, want ik had er hiervoor eentje, maar die gebruikte ik nauwelijks. Dus ik hoop dat ik deze vaak ga gebruiken en dat ik het dan wel goed bijhoud. Ik ben op zich best regelmatig, way too much information, doeg. En ik vond hem wat saai zo, dus ik heb er leuke plantjes bij getekend, want dat past echt, dat is echt helemaal het thema van ongesteld zijn, ja. En dan beginnen we eindelijk met januari. Ik wilde graag een plaatje van januari, ook weer met waterverf, dat zul je zo zien. Maar de andere bladzijde moest ik ook nog iets. En toen heb ik bij een YouTuber gezien dat ze van het hele jaar elke maand een Polaroid in haar boek zou plakken. Ik dacht, ik kan wel een januari in foto's doen. Dus dat heb ik gedaan. En aan de rechterkant maak ik dus weer met waterverf een leuk tekeningetje. En dit is ook met blauw, dus eigenlijk lijkt het best op te volgen, maar dit is een overgang van donkerblauw naar lichtblauw met allemaal sneeuwvlokjes erop. Want ja, natuurlijk heeft december wel echt die sneeuwvlokjes vibe, maar eigenlijk sneeuwt het meer januari. Nou zullen we zien dat het in december wel gesneeuwd heeft en deze hele januari niet gaat sneeuwen. Maar oké. En omdat ik op dit plaatje ook een maandelijks kalender dingetje overzicht wil maken, heb ik dat afgeplakt met washi tape, dat ik daar niet met een waterverf overheen ga. En ik vergat bij de kalender 1 dag, dus die heb ik er uiteindelijk nog later bij getekend. Mijn thema voor januari is dus sneeuw. En ook deze plak ik met Prit in mijn boekie. Dan op de eerste bladzijde van januari ga ik een sleep tracker doen. Dus hoe lang ik per nacht slaap. In horizontaal staan de uren. En verticaal staan de dagen van de maand met ook de dag van de week erbij. En de streepjes geven aan van wat is mijn doel. Ik wil het liefst dan om 11 uur slapen en dan moet ik om 7 uur wakker worden. En deze kon ik ook wel in het thema sneeuwvlokjes versieren, maar ik vond maantjes en sterretjes leuker hierbij. En op de andere bladzijde maak ik een habit tracker. Hier hou je dus bij wat je gewoontes zijn op een dag. Zoals 8 uur slapen, 2 liter water drinken, een workout doen en dat soort dingen hou ik dan even bij.
En niet zozeer omdat ik het wil doen. Er zitten ook dingen bij zoals Instagram. Gaat het niet omdat ik het elke dag doe. Maar gewoon kijken, oh, wanneer doe ik het? En ook opnieuw waar het hele bullet journal volgens mij eigenlijk om draait, de to-do-lijstjes. Elke week maak ik een soort agenda bladzijde en ik heb ook een gewone agenda, dus ik weet nog niet precies wat ik wel hierin ga doen en wat niet. Maar in ieder geval heb ik deze ook weer helemaal in het thema van sneeuwvlokjes gemaakt. En die blauwe stift die ik ook bij de vorige twee heb gebruikt, ja, het lijkt op groen, maar het is toch echt wel lichtblauw, maar het is ook weer groen. I don't know. Die gebruik ik hier en ik vind deze opstelling best wel heel erg leuk. Maar ik denk dat ik het ook wel elke week anders ga doen. Of in ieder geval elke maand een andere opstelling. Maar dan moet ik even kijken wat ik fijn vind werken voor mijn to-do-lijstjes. En ik heb natuurlijk nog ruimte over. Dus ik maak aan de onderkant nog een ruimte voor notes. En aan de bovenkant maak ik tekeningetjes van een sneeuwpop. En de quote, some people are worth melting for, van Olaf. Cute. En als laatste teken ik nog bij elke dag 3 emojis. Een sad emoji, een neutrale emoji en een blije emoji. Zodat ik elke dag kan invullen hoe mijn mood was. En ik vind het niet zo heel erg mooi geworden omdat ik het een beetje last minute deed. Maar ik wil het wel graag gebruiken. Ik ben er zelf best wel tevreden mee. Ja, hopelijk vinden jullie het net zo leuk als ik. Laat dan even een duimpje achter. En ik denk dus dat er elke maand zo'n video hiervan zal verschijnen. Ik heb het trouwens ook mijn ding geïnspireerd op andere YouTubers die dit doen. Zoals Amanda Rach Lee. En de andere heb ik even de naam van vergeten, maar ik zal hun kanalen ook even in de beschrijving linken. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!